Minister Misikaba, together we can make future leaders. Het pilotproject Integraal Kinderbescherming Netwerk in Suriname, Ik Ben, Doorverwijs en Case Management Systeem, is gelauncht in het Lalaroek-gebouw. De bedoeling van het project is te zorgen voor een optimale bescherming van kinderen in Suriname. De launch vond plaats op woensdag 21 augustus 2019. Jongeren worden geconfronteerd met allerlei zaken die het daglicht schuwen. De kinderen moeten worden beschermd. De komende 6 maanden zullen 15 cases van jongeren onder een vergrootglas worden geplaatst. Voor deze cases zullen er oplossingen worden gezocht. Het zullen allemaal zaken zijn die lopen van kindermishandeling tot het seksueel misbruiken van kinderen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.